omdat ze heldendaden verrichten. Nee, en ze durfden het. Dus ik zei, dan gaan we springen van. Omdat ze gewoon deden wat ze moesten doen. Ik krijg er heel veel liefde voor terug. Omdat ze klaar stonden. Toen al vanaf mijn 14e vrijwilligerswerk. Waren dit de kandidaten van het vorige jaar. En dan denk je, ik heb het toch niet voor niks gedaan. Mijn laatste vrije dag was in 79. Frans van Gerwen. Aan wie mag commissaris van de Koningin Wim van der Donk dit jaar de prijs uitreiken voor Brabander van het jaar 2012? Daar word ik even stil van. Heeft u kandidaten? Meld ze dan nu aan via brabandervanhetjaar@omroepbrabant.nl.